Hallo, kijk zo nieuw meteen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Puntje. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag proberen om dit allemaal in te kunnen richten. Ik denk dat ik. Nou ja, nee. Ik ga nog niet beginnen met de bezoekersruimte. Dus ik denk dat ik een beetje de douche. Ja, misschien eerst de cellen. Daar maar voor eerst mee beginnen voordat we met de douche zo gaan beginnen. Dus ja, we hebben dus eerst behoorlijk wat geld nodig. Voordat we überhaupt wat kunnen doen. Dus we gaan dus eventjes wachten worden totdat er weer gevangenen binnenkomen. Want ja, dat is wel natuurlijk wel handig om te hebben. Even kijken. Ik denk dat ik deze ook gewoon eventjes richting de 550 ga maken, denk ik. Hoppakee. Hoe zit het hier eigenlijk? Holy fuck, er zijn veel mensen dood. En ons bord waarin die is leeg. Fuck. Ik denk dus ook dat we waarschijnlijk wat meer bewakers zijn van die artsen nodig hebben. Want ja, hier zijn er natuurlijk wel wat, maar... doen die iets? Volgens mij niet veel. Dus ga ik even een mooi grondig onderzoek regelen. Zodat we even gaan kijken of er toch nog wat tunnels zijn gegraven hier in de buurt. Oh ja, er zit er nog een raven. Poeh. En kan ik ook niet zomaar weghalen. Even zien. Oh, er is nog een tunnel gegraven. Hier zo te zien. Ik zie al vaak dat dit gebied wel heel veel tunnels graaft. Oh, nog twee tunnels. Nu kun je die tunnels wel goed zien. Oh, hier ook nog. Jemig. Oh, daar ook nog één. Hierheen. Holy fuck, dat zijn veel van die dingen. Oké, okay, binnen 2 uur krijgen we het geld, zodat we die tunnels even kunnen weghalen. Dat mogen we natuurlijk niet laten zitten. Hoeveel denk ik dat het gaat kosten? Bijna 1000 euro. Lekker. Hoppakee, weg ermee. Oh, we hebben nu een behoorlijk hoeveelheid geld binnen. Ik weet niet hoe dat precies is gekomen. Misschien door alleen de gevangenen die binnen zijn gekomen. Maar in ieder geval, ik ga nu beginnen met het plaatsen van de muurtjes overal. Ik weet niet of we vandaag alles op tijd afkrijgen voor de cellenblokken. Maar dat gaan we vanzelf al zien. Overal muurtjes plaatsen. Oh. Het zijn ook van die enkele muurgedeeltes. Zo. Dus even kijken. Ik denk dat we gewoon vanaf hier gaan beginnen.
Dat betekent dat wel dat ze vast komen te zitten op een moment. Als ik niet gelijk gevangenisdeurtjes erin zet. Oké, dit is wel weer goed, denk ik. Dit allemaal plaatsen. Even zien. En dan mogen we de deurtjes en dan kunnen we al gelijk weer inrichten. Ik denk niet dat ik de vloer hiervan ga doen. Omdat het gewoon niet te veel geld kost. Dat geld kunnen we beter ergens anders voor gebruiken, denk ik. Oké. Waarom wil ik hier? Want die loopt er wel door. Oh. Zo, gewoon weer lampjes installeren. Oké. De celletjes. Het worden gewoon standaard celletjes, niet te veel waarvan ingericht wordt. Dus gewoon met een bedje in de wc dat zit. Oké. En dan zetten we zitjes gewoon aan die muur nu, hè? Oké, en dan moeten ze daar nog eventjes gaan wachten totdat dat een bouwman dus alles hebben gefixt. Oké, dat betekent dus ook dat hier natuurlijk wat deuren door moeten komen. Hier gewoon een normale deur, hier niet helemaal. En dan komen we daar bovenin, komen we dan gewoon van die gevangenisdeuren. Zo dus. En dan hebben we gelijk nog eventjes het probleem met water. Waterleidingen die maak ik gewoon niet door binnen, omdat ze dan niet echt een kans hebben van ontsnappen. Zo. Oké. We moeten echt wel wat meer bewakers gaan aannemen, lijkt me. Van richting 150 en dan komt het goed.
Oké, de waterleidingen leg ik ook alvast gelijk in de andere cellenbakjes aan. Zodat ik gewoon precies al weet wat ik moet doen. Oké, ik denk dat ik dit cellenblok eventjes moet gaan aanpassen. Dat ik wel gewoon in ieder geval dan de keuken maak. Want ik zag net dat hier gewoon twee van die gangen naast elkaar liepen. Dat is niet erg handig. Oké, dan moeten de kleine waterlijnen nog aangepakt worden. Ding geval iets. Burgemeester. We hebben de beveiliging van de bezoekersregeling gecontroleerd en je kunt nu weer bezoekersruimtes gaan toevoegen aan je gevangenis, als je dat wilt. Nou, gaan we die gelijk even weer regelen. Eens even zien, waar staat die op carrière? Bezoek. Hey, een tunnel. Is er weer zo vrij, jongens. Zo, de waterleidingen die worden nu ook aangesloten. En dan gaan wij de volgende aflevering gaan we dan weer verder met de cellenbakken. Die kunnen we dan gewoon kopiëren en plakken. En dan, of ja, gaan we gewoon met de clone tool. Dus dan denk ik dat we dan de volgende aflevering ook de douche en de luchtplaats en de keuken en de kantine gaan regelen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.